Yo Nintendo fans, welkom bij de derde Pokémon Isle of Armor DLC video. In de vorige aflevering hebben we allemaal Slowpokies gepakt. We hebben ze gevangen en nu moeten we even die kledingstukken van Avery terug gaan brengen hier in de dojo. Want wij moeten 3 challenges doen en dit was de eerste challenge. Hallo honey, ik ben er weer. En Avery is er ook weer. Avery die zegt... Wajo! Heb jij mijn hele uniform in je eentje gevonden? Ja Avery, hier alsjeblieft. Neem je uniform. Hallo meneer Mosterd. Hallo. Hij zegt, nou, je hebt die eerste trial gedaan alsof het niks was. En dit is de eerste keer sinds Leon dit heeft gedaan. Leon was ook zo snel, die heeft ook alle Slowpoke gewoon in zijn eentje gehandeld. En hij geeft nog even een complimentje aan de rest. Zo van, goed gedaan, maar niet goed genoeg. Ik kom hier letterlijk binnenlopen, binnenwalsen. En ik versla iedereen die hier al maanden, jaren, weken, weet ik veel wat aan het trainen is. Mosterd vraagt aan Hoding, waar zijn de kleintjes? Oh ja, schat, ik was het bijna vergeten. Squirtle, Bulbasaur. Hey, Squirtle en Bulbasaur. Ja hoor, daar zijn ze. Squirtletje en Bulbasaur. Wat een basis. Yo, man. Deze twee kleine Pokémon zijn Bulbasaur en Squirtle. Wij zorgen met z'n allen voor Bulbasaur en Squirtle. Maar ze zijn heel erg geïnteresseerd in jouw kracht als een trainer. Oh, we mogen er eentje houden. Wie gaan we houden? Gaan we Bulbasaur of Squirtle houden? Wie gaan we uitkiezen? Oh, deze kunnen natuurlijk Gigantamaxen als ze Blastoise of Venusaur worden. Eigenlijk vind ik Bulbasaur net iets toffer. Maar hey, ik kan niet om die Blastoise heen, man. Die Blastoise met die kanonnen. Ja, sorry. Ik kies voor jou, Squirtle! Yeah, man. Let's go. Squirteltje erbij. Hey, welkom in mijn teampie. Ja, en er moet er dus eentje uit mijn team. En ja, dat wordt Sharpedo. Ik bedoel, anders heb ik straks 3 water-Pokémon in mijn team. Kom maar, grote vriend. Wat een basie. Ja, en Bulbasaur mag voor de rest van deze mensen in deze dojo gaan zorgen. Dan kan Bulbasaur sowieso goed. Bulbasaur zorgt voor mensen. En Mosterd zegt, nu we het over Gigantamax hebben, er is een geheim recept van de meester dojo. En als je dat drinkt, dan maakt het je gigantisch en sterk. Het heet Max Soup. En hij wil zo'n Max Soupie hebben, maar daar hebben ze Max Mushrooms voor nodig. Oké, ja, ik weet het al. Ik mag die gaan opzoeken zeker. Ik moet zeker die Mushrooms gaan vinden. Max Mushrooms zijn rood met een soort van spiraalvormig patroontje. En ze groeien in donkere plekken. Nou, die mogen we dus even op gaan zoeken. Doei Bulbasaur! Nou ja, Bulbasaur is nog steeds blij gelukkig. Oh, en we krijgen 5 stukjes Armorite Ore. Armorite Oor bedoel ik. En die kunnen we naar die gozer brengen en dan leert hij mij nieuwe moves. Oh nice, dit zijn gewoon helemaal nieuwe moves. Deze moves bestaan volgens mij nog ineens. Oké, now we're talking. Heb je iets voor mijn Talonflame toevallig? Dual Wingbeat. Nou, weet je wat? Ik zal eens even kijken. Ja, Tailwind mag sowieso nog weg, dus laat ik die maar gewoon even verwijderen dan. Wat? Mijn Squirtle is level 5. En ik heb ook geen candies meer, dus ja, dat is niet handig. Oké, there we go. Op zoek naar paddenstoelen. Champion. Oké, Mosterd die gaat me even een paar van die hotspots laten zien. Waar je die mushrooms dan kan vinden. Oh snap, oké, het begint te regenen. Lekker dan. Nou, we moeten in de Forest of Focus gaan zoeken. Of niet, zijn ze daar weg? We moeten in de warm-up tunnel. Nou, terwijl we dit gaan doen, gaan we natuurlijk ook op zoek naar toffe nieuwe Pokémon die we in het team kunnen gaan doen eventueel. Oeh, bijvoorbeeld, kijk eens. Ja, deze vind ik wel nice. Deze vind ik cool. Dit is namelijk Lurantis. I love Lurantis. Die wil ik hebben. Hopelijk sloop ik Lurantis niet in één keer. De Dragon. Oké, dit gaat top. Oké, nice. Lurantis gaat voor Leaf Blade. Kijk hoe sterk die is. Nice. Nog een keer een Ironette erbovenop. Ja, oké, nice. Ik wil Lurantis eigenlijk wel in een hielbal vangen. Dat lijkt me op zich wel lachen. Kom op, Lurantis. Kom maar. Kom maar in mijn teampie. Ja hoor. Lekker. Lurantis is best wel goed, jongens. Ik ben hier super blij mee. Terwijl Squirtle gelijk ook naar level 20 gaat. Hij wil ook echt gelijk allemaal nieuwe moves leren. Ja, en natuurlijk hebben we dan gelijk een War Turtle. Yeah! Lekker man. En Lurantis, de Grass-type Pokémon, komt ook in ons team. En aangezien we straks een Blastoise hebben, is Poliwrath eigenlijk niet echt nodig meer. Dus Poliwrath mag uit mijn team. En dan hebben we nu dus ook gelijk even een Grass-type Pokémonnetje in mijn team. Lekker hoor. Oké, deze guy is ook naar Mushrooms aan het zoeken, of niet? Ja. Kijk, Mushroom! Mushroom! Ja, maar die bedoelen ze niet. De Pokéball paddenstoelen Pokémon. Holy shit, dat is nog eens een nickname. Oh, kijk, die Emolga daar vliegen dan. Superleuk. Oké, maar wij gaan door, jongens. Wij zijn op weg. Naar de grotte. Wow, check die Tangrowth. Kan jij die pakken, Dudrigon? Kijk hem nou, joh.
Een grote blauwe haarbal, jongen. Ik denk dat ik maar even Outrage ga doen. Want ik... Oh, dit gaat hem denk ik net niet worden, jongens. Die Tankrout is wel nice. Die heeft wel een aardige defense zo te zien. Dus wij doen nu nog een keer Outrage. En daarna zijn we confused. Maar we hebben hem nog lang niet verslagen. Hij doet nu Power Whip. En daarmee krijgt hij zelf ook wel wat damage. Holy crap, wat is dat een sterke move. Doe eens normaal. Oké, nog een keer Outrage. Ja, oké, we hebben hem toch wel. Lekker. Dit mag wel behoorlijk wat XP opleveren, hè. Kijk, hoppakee, War Turtletje, level 24. Hey, yo, Orangaroo. Daar loopt een normale Tangela. Nog een Tangela. Ik denk dat dat de uitgang van het bosje is. Dat we deze kant op moeten. En dat we dan richting... Wow! Wow, ja hoor. Ja, het is Heracross. Heracross is een superbaas, jongen. Die wil ik ook hebben. Oh, ja hoor, let's go. Wat een vette Pokémon zitten er hier allemaal in deze DLC, jongen. Dit is echt super vet. Oké, ik ga Dual Wingbeat proberen. Misschien versla ik hem daar in één keer wel mee, eigenlijk. Ja, daar versla ik hem in één keer wel mee. Ah, sorry Heracross. Later. Maar ja, we weten natuurlijk dat Scyther ook in de game zit. En eigenlijk wil ik sowieso Scyther ook in mijn team hebben. Dus ja, dan is er sowieso eigenlijk geen plek voor Heracross. Waar moet ik uit dit bos? Is dat daar? Let's go. Is het hier? Volgens mij wel. En dan moet ik denk ik hier... Yo, dan moet ik daar naartoe. En we zien hier een Scythertje. Ja hoor. Ja hoor. Lekker. Hier is die dan, jongens. Mijn favoriete Pokémon. Het is Scyther. Ah! Vraag me wel een beetje af of die echt goed is. Want, nou oké. Hij overleeft deze move. Hij doet zelf ook een air slash. Trouwens, mijn Talonflame kent geen ene fire type move. Dat is wel een beetje gek. Oké, ik ga hem proberen te vangen in een netball. Die is beter voor bug type Pokémon. Dus, oké. Ja, die is echt beter voor bug type Pokémon. Hey Scyther, je gaat wel gewoon even in mijn teampie, toch? Kom op, je wilt me toch joinen? Kom op, je wilt toch in dit teampie? Je wilt toch wel in Rikachu's army? Let's go, Scyther. Let's go, let's go. Let's go. Dat bedoel ik. Lekker. Scyther is een bug en een flying type Pokémon. Ja, en nu moet ik kiezen wie eruit gaat. Oké, wie vind ik het minst tof? Dan denk ik dat de Scolipede het minst tof vindt. Dus dan mag Scyther, hoppakee, in plaats van Scolipede. Is hier ergens dan een grot, jongens? Ja, kijk, daar is die grot. Daar moeten we naartoe. Daar gaan we op zoek naar paddo's. Lekker, man. Lekker. Oh, wow. Check die Kangaskhani, Kani. Hey, Diglett. Yo, man. Het is zo random dat we ook gewoon Diglett moeten zoeken in deze DLC. Yo, ik zie daar paddenstoelen. Ja, die moeten we hebben. Maar ik zag hier een Diglett. Hoppa. En ik zie hier nog een itempie. Een TR'tje, Stealth Rock. Nice. Altijd fijn om Stealth Rock te hebben. Oké, let's go. Ik wil ze wel plukken. Oh, ik mag ze niet plukken. Hey, Avery, wat is er? Wat zit je me nou te volgen, jongen? Zit je nou gewoon te cheaten? Zit je nou bij me af te kijken? Hij zegt, hey, meerdere Max Mushrooms die hier groeien op deze plek. Mijn psychic powers voelden dat al aan. Ja hoor, tuurlijk. Je hebt gewoon gekeken waar ik naartoe ging en toen kwam je ook achter me aan, vriend. En nu zegt hij ook, ik denk dat ik die mushrooms moet pakken. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Gast, ik was eerder dan jij. No way, vriend. No way. Hij vindt onze aanwezigheid echt heel vervelend. Kijk, hij is boos. Hij loopt te stampen als een klein kind. Oké, Avery. Oké, we gaan battelen. Oké, heb je inmiddels je Pokémon getraind of wat? Nu heb je 3 Pokémon waarvan Slowpoke weer de eerste is. Let's Gizzo, let's do this. Oh, nice. Die animaties zijn wel tof van Avery. Let's go, Dual Wingbeat. Oké, we missen hem. Lekker bezig. Lekker bezig, Talonflamepie. Oké, nog een keer, Dual Wingbeat, let's go. Slowpokey gaat weer voor de confusion. Kom op, Talonflame, you got this. You got this Slowpoke, man. Vroeger was het een water-Pokémon, maar tegenwoordig doet hij niks meer met water. Hij doet alleen maar met psychic dingen. Dat kan je hebben, vriend. Let's go, Talonflamepie. Hoppakee. Ja, hoor. Ja, dit is het einde van Slowpoke. Nu komt hij met een Kadabra. En ik wil wel eens even kijken wat Buffalant kan. Buffalant kent namelijk Megahorn en die is super effective tegen Psychic Pokémon. So let's go, Avery. Ja, oké, je bent sneller met je Psybeam. Je bent sneller en je doet me best wel pijn. Oké. Hier heb je een Megahorn op je bakkes, vriend. Hoppakee. Oh, die Buffalant is zo sick. Ik wist echt niet dat Buffalant zo goed was, maar hij is echt nice volgens mij. Hoppakee, Talonflamepie een level omhoog. Wartortle ondertussen al naar level 29. Ja hoor, Avery. Als derde Pokémon heeft hij Woobat. En Woobat mist zijn aanval. En ik mis mijn aanval niet. Ik doe weer Megahorn op zijn bakkes. En hij overleeft het wel. En nu raakt hij me wel met zijn Air Cutter. Maar ik ga gewoon lekker door met die Megahorn aanval. Deze is insane. Mijn Buffalant gaat iedereen kapot slopen. Ja, Avery, wie is hier nou de baas der champignons? Ik ben de baas van de champignons, jongen, niet jij. Hij zegt, nou oké, ik ga zelf alweer champignons vinden. Avery teleport en hij rent gewoon weg. Wat een gozer, joh.
Hoppakee, de mushrooms zijn voor mij. En Honey vraagt via de telefoon, hoe gaat het met je trial? Ja, het gaat best wel aardig. We moeten in ieder geval weer lekker teruggaan naar de dojo. Maar stiekem ben ik ook nog wel benieuwd wat hier is. Hier is sowieso weer een diklichtje. En eens even kijken wat dit is. Dit is de Pot Bottom Desert, oftewel de woestijn. Ik zie daar een Sandslash. Wat zien we nog meer? Wat hebben we hier nog meer voor Pokémon? Een Mandibuzz, een Sandaconda, een Diglett in de grond. Daar ligt nog wat. Oh, een Rhydon. Oeh, ja, die zijn ook leuk. Sandiles. Die zijn super cool als ze Krokorok worden. Jouw rok is een Krokorok. Hap, hap met je Krokorok. Jouw rok is één Krokorok. Wow, Rhyperior. Maar goed, deze Pokémon zaten voor het grootste gedeelte al in de normale game. Natuurlijk Sandile niet, die zat er niet in. Maar Rhyperior zat er bijvoorbeeld wel in. En Sandaconda natuurlijk ook. Sandslash niet, maar Sandslash hoef ik niet per se in mijn teampie te hebben. Dus ja, laten we maar gewoon weer teruggaan. Cubone, Sandshrew. Cubone en Sandshrew zijn bazen. Ik zie daar trouwens een Max Raid. Zou dat een Zeraora zijn, jongens? Hey yo, Tauros, what up man? Zullen we eens even gaan kijken daar bij die Max Raid? Kijk hoor, voor mijn gevoel. Ja, hier achter is die Max Raid. Likkie hoor. Ja hoor. Ja, dit is wel echt een van de meest vage Pokémon ooit. Ik ga hem dollen. Ik ga hem dollen. Jij kan mij niet likken. Doei. Oké, laten we kijken wie er hier in die Max Raid zit. Ah, nee. Het is een Araquanid. Ik wil geen Araquanid. Yo, what up, Malamar? Yo, man. Wat is dit allemaal? Politoed. Die vind ik ook super leuk. Oh, die is echt cool. Zal ik die gewoon alvast proberen te vangen? Het is alleen niet heel handig dat ik mijn Talonflame nog op de eerste plek heb staan. Let's go, Lurantis. Jij mag het even proberen. Oh, Politoed probeert me te laten slapen, maar het lukt hem niet. Lekker voor je. Oké, ik dacht dat die bijna dood ging. Ging die ook. Maar bijna is niet helemaal, jongens. Let's go! Politoed. 1. Ah, shit. Poging 2. 1. En 2. Ja, dit is al beter, hè? Dit is al... Ja, oké, het was al beter, maar het is nog niet goed genoeg. Poging 3. 1. 2. Is het weer beter? 3. Ja, het is weer beter. En we hebben hem. Lekker, man. Ah, dit is zo'n leuke Pokémon ook, hè, Politoed. Kijk hem dan. Ja, hoor. Maar ja, het is natuurlijk een water-Pokémon en we hebben straks een Blastoise. Dus ja, Politoed kan helaas niet in mijn team, maar ik vind deze zo leuk. Oké, Dojo, where are you? En waarom loopt hier een Tootle in de weg? Majestic Buffalant, nice. Ik begin wel fan te worden hoor, van Buffalant. Ik vind sowieso dat we wel een lekker teampie nu hebben hoor. We hebben echt wel een tof teampie bij elkaar nu. Kijk dan, we hebben Talonflame. Straks hebben we een Blastoise. Een Bazen Buffalant. Drudigan. Lurantis, ook echt heel cool. En ja, mijn favoriete Pokémon ooit, Scyther. Oké, jongens, we hebben de tweede challenge gehaald. We hebben de paddenstoelen gevonden. We moeten hier naar binnen, maar dat ga ik doen in de volgende aflevering. En dan gaan we natuurlijk ook kaarten derde challenge behalen. Wil je dat zien? Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer Pokémon en Nintendo video's. En wil je me live zien gamen? Volg me dan ook zeker even op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!